Ballonnen bij de voedselbank. De tjinstelling kan al is net groter, want als je hierheen moet, dan ben je net echt in de feeststemming. Maar voor één dag mooi het, want in Dan Wat wordt een nieuwe winkelformule lanceerd. Het is geen voedselbank meer, maar een echte winkel. En hoe dat werkt, dat zal ik uitzieken. Wie haal je een winkelkar op? Die nemen we mee. En dan gaan we eerst even naar de balita. En dan krijg ik een D, een C of een A of een B kaartje. Waarop staat van welke producten en hoeveel producten ik meenemen mee. Ik ga nu uit van een B pakket. Ik zet hem of hing hem op de karren. En dan ga ik bij de winkel los. Klanten kunnen zelfs haar winkelkarren inladen. De gruttekratten die het eerst mooi om waren bij een voedselbank, binnen voort. Zij kan Elsenien haar eigen noodzakelijke quote meenemen. Dat zorgt het ek voor een psychologisch kwadiel. Ik denk dat het nou rjocht dus aan de mensen, aan de klant, omdat ze het initiatief nou in eigen hand had dat op zekere hechten. En dat jouwt een stukje zelfrespect. En als je wat spullen in de kratten waarvan misschien dingen zitten waarvan ze zeiden, wat moet ik daar nou mee? Maar het is gek wat we natuurlijk binnenkrijgen. Hè? De inflatie is maar zo'n procent historisch heeg. De badskippen binnen duurder en hield iets meer meesken rijdt ze in de problemen. Daarom is er zelfs kleren te krijgen bij de voedselbank. Maar de hege gasprijzen verzorgen de vrijwilligers grote problemen voor de winter. Het wordt ongetwijfeld volle drukker. We hebben in augustus nog een 44, 47, 47. En het varieert wel een beetje om klanten. En nu zien we de laatste keer al boven, dik boven de 70. De stap naar de voedselbank zetten is grut. Maar in Dan Wat hoop je ze het zelfrespect bij de klanten waarom te krijgen. De klanten die haar jocht op een goed pakket, maar ze moet ook de keuze krijgen om zelf die dingen te nemen die ze heel graag gaan willen.